Dit is deel 6, het laatste deel van onze veldreis door Roemenië met UNICEF en IKEA. We zijn in Medjidia op zoek bij de familie Rata die vorige maand uitbreidde met een dochter. I would like to ask you, do you give breastfeeding? Alle tat copilu? Da. Da, lasă. And why? Do you know why? De ce îi dați lasă? Pentru că am lapte și așa e mai bine, nu? So, yes, I am breastfeeding my child, and I'm breastfeeding because that's the best way of nutrition for my child, and of course because I have milk. Okay, well, happy for her. Borstvoeding is belangrijk voor een betere weerstand voor moeder en kind. Baby's krijgen uit de moedermelk essentiële voedingsstoffen binnen. Moedermelk beschermt hen bovendien tegen dodelijke ziektes en draagt bij aan de groei en ontwikkeling. De UNICEF-campagne die dit promoot is uitgerold in 19 ziekenhuizen. Het project is mogelijk gemaakt door de samenwerking met IKEA. Kirsten is verantwoordelijk voor de samenwerking tussen UNICEF en grote bedrijven. Kirsten, wat betekent de samenwerking van UNICEF en IKEA voor jullie? Nou, door samen te werken met grote internationale bedrijven zoals IKEA, kunnen we projecten realiseren die normaal gesproken niet van de grond kunnen komen. Dat hebben we hier ook in Roemenië gedaan. En daardoor kunnen we een betere wereld creëren voor kinderen. Een betere wereld voor kinderen. We hebben met onze eigen ogen kunnen zien dat de leefwereld er voor kinderen van Roemenië aanzienlijk op vooruit is gegaan. We zagen het bij het dagopvangcentrum in Funduleia, waar de kinderen uit gezinnen met een achterstand liefdevol worden opgevangen en bijlessen krijgen. En we zagen het bij het ziekenhuis in Medjidia, dat jonge ouders begeleidt tijdens de eerste levensmaanden van hun baby. Dankzij UNICEF en IKEA leven deze kinderen in een betere wereld. En hiermee zijn we aan het eind gekomen van onze indrukwekkende veldreis door Roemenië.